Victor Everhart, voorzitter van D66. Wat gebeurde er eigenlijk met mij op dat congres een paar weken geleden? Nou, het congres, we moeten zorgen dat het een veilig congres is waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen gewoon rustig kan bewegen. Helaas zijn er een aantal zaken gebeurd die jou helemaal geen blaam treffen. We hebben daar een verkeerde reactie gegeven. En het was helemaal niet de bedoeling om dat zo te laten plaatsvinden. Excuus daarvoor. Dus ik heb me niet misdragen, waarbij verwijdering eigenlijk een redelijke actie was? Nee, zeker niet. Er zijn een aantal dingetjes wel gebeurd. Daar hebben we het met elkaar gewoon over gehad. Maar er is helemaal niets gebeurd wat er zou voor moeten zorgen is dat jij daar het congres zou moeten verlaten. Is voor ons een leerschool, dat erkennen we ook. Het is ook congressen, er zit tegenwoordig wel iets over hoogspanning, over veiligheid en dat soort zaken. Dit is een enorme lering voor onszelf. Daar gaan we de volgende keer ons voordeel mee doen. En ik hoop jou weer te treffen bij het volgende congres. Dankjewel, Victor.